een lied over Den Haag. Den Haags verleden. Promo muziekvideo. Den Haags verleden, een lied over Den Haag in het Nederlands. Een publicatie in het jaar 2020. Gezongen en geschreven door een zanger-gitarist. Later is er een zanger-pianist bijgekomen en een zangeres. Dat is nog 2 personen. Een Haags verleden, tot op heden, je komt er graag. In Den Haag, naar Scheveningen, rocken en swingen, ook in Kijkduin, bakje bruin. Ik kom toch graag in het mooie Den Haag, waar alles wordt verbouwd, zelfs in bezuidenhout op het Malieveld. Soms rustig of geweld. Bij het Hollandspoor wil iedereen het door. De meuten bij elkaar, de cult die Hagenaar. Maar het blijkt altijd gezellig in Den Haag. Indisch eten, je moest eens weten. Dat eet je graag. In Den Haag. Op het plein is het fijn. Altijd wat te doen zonder poen. Kom toch graag in het mooie Den Haag. Alles wordt verbouwd, zelfs in de zuidenhout. Op het Malieveld, rustig. Geweld. Bij het Hollandspoor wil iedereen het door. De meute bij elkaar, de cult die Hagenaar. Maar het blijft altijd gezellig in Den Haag. Het nummer is geschreven door liedjeschrijver, zanger-gitarist 50's Victor. Die heeft er een zanger-pianist bij gehaald. Eugène Simon. En een zangeres. En dat is Rashima Blondel Timmerman. Lady singer Rashima. Origineel gezongen en begeleid met een gitaar.
Maar Victor, de liedschrijver, hij wil graag dat Rashima Blondeel Timmerman, een zangeres uit Den Haag, het lied Een Haags Verleden, een lied over Den Haag, in het Nederlands, dat zij dat gaat vertolken en gaat zingen. Ja, je hebt het plein in Den Haag, om een voorbeeld te noemen. En Noordeinde, daar heb je dat parkeergarage ook. Dat is in het centrum, zal ik maar zeggen. Maar goed, Haags verleden, ja, in het verleden is er wel eens een songfestival, een Haags songfestival geweest. En je hebt trouwens ook natuurlijk het WTC Den Haag, er zit ook de Belastingdienst. Een Haags verleden. Kijk, Den Haag is gewoon een stad. Zo simpel is dat. Met ruim 500.000 inwoners. En de meeste mensen die er werken, werken bij de overheid. En ze hebben een groot station. Maar goed, dat even tezijde. Nu in 2020... gaat het lied natuurlijk ook over cultuur. En even terug te komen op dat Haags Songfestival in het verleden. Dat is ook weer in het heden. Dit jaar is er weer een Songfestival. Dat is in mei. In mei 2020. En u kunt alles vinden op één website. En dat is de website van de gemeente Den Haag. Maar Haags Songfestival 2020. Dat wordt in mei gehouden in Den Haag, de finale in een vrij grote podium, poppodium Den Haag, een paard. Maar in ieder geval op Omroep West, zaterdag 7 maart, 's middags broodjebal, programma met Sjaak Bral. Een man die ook geboren en getogen is in Den Haag, net als Lady Singer Rashima, Rashima Blondeel Timmerman. Ze is geboren en getogen in Den Haag. Zal een interview krijgen op radio en televisie Omroep West. Ik zit in Den Haag. Welke Hagenees kent niet de regionale lokale zender? Met heel veel trouwe luisteraars en kijkers. En natuurlijk met de niet alleen in Den Haag beroemde Hagenees Sjaak Bral.